Een volgelopen vieze gootsteen, volle asbakken en lege flesjes en blikken drinken. Die zijn te zien op deze beelden binnen in de kosterswoning van de Heilig Hartkerk in Schiedam. Waar de rommel vandaan komt is niet bekend. Officieel woont er niemand in de kerk of in de kosterswoning. Er zijn al lange tijd nieuwe plannen voor de kerk. Zo moeten er appartementen komen, een dokterspraktijk en een tandarts. Maar vooralsnog staat het gebouw er verwaarloosd bij. In april vorig jaar gaven de ontwikkelaars nog een rondleiding en vertelden zij enthousiast over de plannen. Dat betekent concreet dat we 28 woningen laten maken, zorgwoningen wel te verstaan. Mensen die bejaard en dement zijn en afhankelijk zijn van 24 uur zorg. Hier in de kerkzaal komen er 28 en in de pastorie komen er 8. Voor het project is er geld beschikbaar vanuit de Startbouwimpuls, een subsidie beschikbaar gesteld door het Rijk. Alleen de gemeente wil dat geld in delen uitkeren, tot groot ongenoegen van de projectontwikkelaar Joel Investments, die de plannen wil gaan uitvoeren. De projectontwikkelaar neemt dan ook juridische stappen om alsnog in één keer het geld te ontvangen. Een buurtbewoner loopt 4 keer per dag met zijn hondje langs de kerk en maakt zich zorgen over de verwaarlozing binnenin het pand. Nou, dat is natuurlijk jammer. Kijk, het is een hele mooie kerk, altijd geweest ook. Het geloof gaat achteruit, dus de kerken gaan ook achteruit. Maar er moet natuurlijk een oplossing voor komen, maar die oplossing die ze nou hebben, ben ik een beetje sceptisch over. De gemeente laat weten het subsidiebedrag van €400.000 niet in één keer te willen uitkeren, omdat zij het als het ware voorschieten. Mochten er tijdens de bouw problemen opdoen, loopt de gemeente te veel risico. Daarbij zegt de gemeente in ieder geval volledig achter het project te staan, maar zolang deze zaak bij de rechter ligt, kan de gemeente verder niets zeggen. Een van de projectontwikkelaars, Jos Lamper, zegt tegen het AD... Er is een deel van deze subsidie uitgekeerd. De gemeente Schiedam erkent dat wij recht hebben op het geld, alleen wij zijn het niet eens met de tijdstippen waarop dit wordt uitgekeerd. Het is van het grootste belang dat we kunnen starten, want het gebouw gaat achteruit. Het is niet duidelijk wanneer de zaak door de rechter besproken wordt. Voorlopig blijft de bouw dus ook nog stil liggen.